Ja guys, welkom bij de weer review met vandaag een kijkje op Relic. Oké, er is weer eens een horrorfilm in de cinema's geweest, of die is er misschien ook zelfs. En dat is Relic. En Relic doet het niet goed bij de mensen. Niet goed. En ik moet eerlijk toegeven, ik was het daarmee eens zelfs. Dus film krijgt een kinderpolenscore van 2,2 op 10, dus dat is abominabel slecht. En ik moet zeggen, daar was ik het mee eens. Tot ik begon na te denken over deze film. Deze film was niet goed hoe dat je hem de eerste keer zag, maar als je er daarna aan terugdacht en je snapte eigenlijk eindelijk waar het over ging, en het begon je allemaal door te dringen, dan raakt het mij compleet. De grote slechterik in deze film wordt geportrayed als een demon, maar dat is het eigenlijk niet. Het is dementie. En voor de mensen die het niet weten, dat zit alleen bij mij vrij persoonlijk, doordat mijn halve familie dit heeft. Letterlijk de ziekte uitgetoond in deze film. Dus mijn starscore kun je met een korreltje zout nemen. Ik ga deze film wel proberen om zo goed mogelijk te behandelen, aangezien dat ik er na de rand pas aan snapte wat er gebeurde. Dus dat is dan wel weer een minpunt. Maar hij is zeker eens het kijken waard. Pas op, hij is wel gruwelijk. Laten we gaan beginnen. Tijdens de eerste dag dat ik deze film keek, was het echt abominabel slecht. Er zat absoluut niets goeds in, of niks wat ik echt goed vond. Tot ik naar huis reed en snapte waar het over ging. De vrouw is dement en dat is immens interessant ingegeven dan als je het snapt. En ik ga, als je het snapt, blijven gebruiken, want dat is ook de grootste flaw van deze film. Je snapt er geen kut van! Maar dus, de dementie zit hier mooi verbeeld en het is erfelijk en ook dat is mooi in beeld gebracht. Maar je snapt het te laat. Dus het is prachtig en vormgevingsgezind zou ik dit echt gewoon een maximum score moeten geven. Maar ik moet realistisch zijn, het kwam veel te laat. Verhaal 170 of 200. Daarentegen zijn de personages wel interessant. Zeer interessant. Zeer sinister. Meer valt er ook eigenlijk niet te zeggen. Het minst interessante personage denk toch wel dat de kleindochter is, want ze was gewoon niet zo bepaald goed. Personages 150 op 200. De pacing van deze film komt beter, met momenten is hij gewoon echt langzaam. De design valt al bij al nog mee. Het is enorm cliché, maar het is wel leuk vormgegeven en het is duister. Pacing en designing 100 op 150. Ook is deze film op zich met momenten erg surprising. Dat komt vooral omdat hij echt gewoon gruwelijk is. Dit is misschien wel de meest gruwelijke film die ik heb gezien sinds Midsommar. Surprisement, 60 op 100. Ook het acteren was best goed gedaan. Vooral van de grootmoeder en van de moeder was het echt geweldig. Van de kleindochter niet. Mijn god, wat kan zij slecht acteren. Acting, 100 op 150. Critics waren natuurlijk wel positief over deze film. Zij geven het een 76 op 100. Ik ben uiteindelijk gegaan voor een 35 op 50. Maar dus door dat persoonlijke gevoel ben ik gegaan van 1 ster naar 4 sterren en een hartje, dus 45 op 50. Brengt de totaalscore van Relic uit op een 736 op 1000, oftewel een 7,4 op 10. Heb jij Relic nou gezien? Laat weten wat jij ervan vond in de comments beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken en bye bye.